Concert van seizoen 2016-2017 hier op deze geweldige locatie. Het hart van de buurtvereniging. Ik heb het nogmaals afsluitingsorkest en niet alleen afsluitingsconcert. Maar ik wil ook graag vandaag aandacht geven aan drie jubilaars, dames en heren. Drie jubilaars die ik graag naar voren wil roepen, want die zijn allemaal op hun manier heel erg speciaal van onze vereniging. En de eerste die ik graag naar voren wil roepen is al 12,5 jaar muzikant. En al 12,5 jaar zit hij bij het opleidingsorkest. Niet zoals Brunilde Spijnsen zei, zit hij nog bij het jeugdorkest, Herman? Nee, bij het opleidingsorkest. Zou ik graag naar voren willen roepen, Herman van der Zanden. Goedemiddag, Herman. 12,5 jaar is Herman lid van de vereniging en ook al muzikant. Hij speelt, voor de mensen die het niet zien en er niet veel verstand van hebben, dit is een tenorsax. Tenorsax. Hij is elke donderdagavond een van de vaste klanten van het opleidingsorkest. Wij gaan ervan uit dat hij de komende 12,5 jaar zich gaat beraden. Of hij ook nog van het fanfareorkest En hij zegt nou misschien wel. Dus dan gaan wij maar vanuit. Nou Herman, het is heel fijn dat jij bij onze vereniging je zo inzet. Voor allerlei zaken, activiteiten. Hand- en spandiensten verricht. Wij vinden dat geweldig. Het is een applausje waard nogmaals. En daar hoort bij het speltje van de bond, geloof ik. Dit moet eigenlijk opgespeld worden, helemaal lastig. Van de vereniging. Gooien. Zo, helemaal goed. Ja, ik ben hier van de speltjes. En natuurlijk een cadeau. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ja, dat was Herman van der Zanden, 12,5 jaar bij de vereniging. Dan hebben we iemand die is 50 jaar bij de vereniging. Ik heb dat nog eens nagevraagd, want ik denk, die mens ziet er zo goed uit. Die is nog niet 50. Ik heb het nagevraagd, maar het schijnt echt al 50 jaar te zijn. Ik zou hem graag naar voren willen hebben, Leon Kutjens. Nee, Leon, je bent er niet aan de beurt geweest. Nee, ik kan hem ook nog even hier, want Leon die staat graag in de belangstelling. Maar dat heel anders. Leon komt altijd heel trouw op de maandagavond naar de repetitie van de slagwerkgroep. Ik haak eens even heel kort, maar het is gewoon een vanuit Boksel. En ik zie hem wel eens ooit op een hele grote motor komt hij dan binnen. En dat is natuurlijk geweldig, hè. Een man met potentie en een heel goede slagwerk. Goed, want je hebt gezien, hij speelt bijna alles op die trommels. Hij is niet alleen trouw muzikant, maar hij is ook al jaren lid van de activiteitencommissie geweest. En een van de activiteiten waar hij de laatste jaren zich in ontwikkeld heeft, dames en heren, het allemaal kunnen zien tijdens het Show de Boel toernooi. Het is onze eigen hamburgerbakker van de vereniging. Hey. Dus, hoe krijg jij het allemaal gedaan, Leon? Dat is het eigenlijk wel. Wij zijn heel erg blij dat jij bij ons lid bent, dat je lid blijft en dat je het geld naar je zin hebt. Wij willen dat larderen. Ik zal het niet op de grond gooien, want het valt er weer. Hè. Dit is een bondspeltje. Een goud ook. Kijk, dat is mooi, hè? Hij heeft er al twee. En er komt er nou eens eentje bij. Ik zal het zo even doen. Er zit een duk in het busje. Verenigingsspeltje. Nou, dit wordt te veel, denk ik. Ja. En er hoort een oorkonde bij, dames en heren. Mag ik u vragen nog een geweldig applaus voor Leon Kutjens. Je bent. Je kusje. En een bosje bloemen.
geen bosje bloemen, dames en heren. Geweldige bosbloemen. Dames en heren, vandaag een heel speciaal moment. Iemand waarbij Leon zei van je kunt niet zien dat hij al 50 is, kun je bij deze muzikant wel zien dat hij al net 60 is geworden. 60 jaar lid van de vereniging, 60 jaar muzikant. Mag u daar wat applaus voor Harry van Buurtschot. Dan komt Harry aan, zegt hij, hè? Harry. Geweldig, geweldig. Nee, ik ben nog niet klaar met jou. Harry is begonnen op Bugel, daarna op Hoorn. Kan misschien hier een van de Bugelspelers opstaan, dat we weten waar een Bugel is. Dit is een Bugel. Hoorn. Yes. Trombone. Bariton. Bas. Ja, dat is de kleinste daar. Hè? Dat is de instrumenten werden nog steeds groter. Net zoals de ambitie van Harry werd op de instrumenten steeds groter, of niet Harry? Ja, sommige dingen worden minder. Ja, sommige dingen worden minder, ja, dat weet ik niet. Vergeten wordt meer. Vergeten wordt beter, ja. Kijk, wat Harry voor de vereniging betekent heeft en nog betekent, dat is niet uit te leggen. Ik kan dat bijna niet onder woord brengen, maar toch zal ik een hele kleine poging aan doen, Harry. Hij heeft in zijn verleden als 60 jaar muzikant, heeft hij heel veel leerlingen opgeleid tot het A-diploma. Wie van de mensen is hier opgeleid door Harry van Bruinschot? Toch nog wel, hè? Toch nog wel. En wie vanuit het publiek is opgeleid door Harry van Bruinschot? Oh, dat bedoel ik. Ja. We doen allemaal mee als het werk over Harry van Bruinschot. En nog steeds stellen Harry en Harriet een huis open voor het geven van lessen aan de jeugd. Een geweldige prestatie. Harry is opleider geweest en is ook dirigent van het opleidingsorkest geweest. Dat betekent, nou doet Marco dat. Marco, oh. En het was voor Marco heel moeilijk om in de voetsporen van Harry te treden. Is gelukt, Marco, ook goed, dankjewel. Maar Harry heeft het ook jaren gedaan. Wat hij ook jaren gedaan heeft, hij is 16 jaar lang penninggemeester geweest van onze vereniging. En dat is eigenlijk in de familie geweest, want daarna is Harriet geworden, Jetje. Oh. En die is ook dat een hele goede penningmeester. Maar jij hebt de basis gelegd voor een heel solide financiële boekhouding, Harry. En Harry is al 45 jaar lid van de activiteitencommissie. Dat is wel. Harry, wat heb jij allemaal gedaan in de activiteitencommissie? Nou, dan ga ik een brief moeten maken, want dat is dat we wat doen. We hebben heel veel activiteiten ontplooit. Vroeger, nou is het een stuk minder. De rommelmarkt was eigenlijk echt. Hergebruikersmarkt. Wij zijn begonnen met de rommelmarkt. Oh ja. De universiteit heeft tegen jou veranderd, maar dat kon je niet doen. Dus, en dan, ja, we hebben mensen thuis gekocht voor een pot nippeltje per avond. We zaten met vier man aan de tafel en dan twintig zetten in de pot en dan wachten we de vereniging. Dan hadden we acht mensen hadden we dan. Op een halve twee gronden verdiend, dus. Ja. En nou is dan het grootste specialiteit, dat is de Jeugdhoedtoernooi. Dus daar moeten we nou ontzettend iets van aanhalen. Maar ik zou één ding willen vertellen over de opleiding van de jeugd. Ooit is het heel frustrerend. Je gaat een keer opleiden, een jongens opleiden, tot dan heb je A-diploma af, dan heb je het A-diploma gehaald. Komt s'avonds thuis, Harry bedankt, je hebt een instrument en een bosje bloemen. Dus heb ik eigenlijk voor niks die jongen opgeleid. Dus, dat is ook wel frustrerend, snap je? Ja. Je snapt die ouders zeggen, je maalt het af. Dat was dus ook een hele leuke anekdote waar ik kwam met, ik mag je naam noemen, Mark Wijkmans. Zegt hij, Mark, als je gewoon met de lesje kent, de grillende kraag. Mark komt bij mij binnen, Harry, ik moet uw kraag halen. Dankjewel. We hebben dus ook al heel veel plezier met Harry. Het is een man met allerlei anekdotes. Hij doet dus veel voor de activiteitencommissie. Hij vergeet nog heel veel dingen. Hij vergeet het
aan en verkopen en regelen van de kerstbomen bijvoorbeeld. Van de kerststerren, van alles rond kerst. Dat, ook dat regelt Harry allemaal voor onze vereniging. Hij regelt van alles. Dat is al. Ja. Maar wat hij ook doet, en dat is ook heel fijn, hij is... We zien hier, als we kijken naar al de instrumenten die we hier hebben, dat is een enorm kapitaal. Hè? Dat, is onze, dat zijn onze assets, zo gezegd. En Harry zit in de beheerscommissie en zorgt ervoor dat al die instrumenten jaarlijks up-to-date blijven en dat wij gewoon een heel mooi stukje muziek kunnen maken. Harry, het heeft de Bond der Brabantse Muziekgezelschappen verlaagd. Dat is duur. Dat is niet goed, nee. Wij willen jou gewoon heel erg bedanken dat jij al 60 jaar lief en leed en je volledig inzet voor de muziekvereniging. Heel erg hartelijk bedankt. Graag gedaan, jongens. Graag gedaan, ja. Daar hoort wat bij. Dit heeft de Bond behaard. Ja, we steken hem hierin. Ik zal hem niet doorsteken, want er zit nog een binnenkant. Deze eerst. Kende hem? Ja. Die hoort hier ook bij, of er zijn er al heel veel, hè? Jammer dat ze veel kost. Ja, ik weet dat ze kost, ja. Ja, jammer dat ze veel kost, hè. Er hoort een oorkonde bij. Alsjeblieft. Ik zou ook graag... die doen? Nee, want dat heb ik bij Leon Kutjes ook vergeten. De partner van Leon naar voren te halen. Dus dat doe ik dan ook maar niet. En bosje bloemen. Mag ik een daverend applaus voor Harry Kunststof? En voor alle jonge thank you.
dames en heren, het eerste nummer hebben jullie wel herkend waarschijnlijk, hè? The Final Countdown. Het volgende hebben wij een heel speciale solist, Stef. En Stef heeft... Stef speelt de solo op de castagnettes. Heel bijzonder.
Ja, zoals jullie al zagen, natuurlijk deed Marco zojuist de eerste drie nummers van het concert. Die zal dadelijk ook het concert gewoon afsluiten. Waarom hebben we dat eigenlijk zo gedaan dit jaar? Dat hebben we gedaan dat we twee weken geleden met succes naar het peeltoernooi gingen. En daar hebben we beoordelingsconcert muziek gespeeld. Dat is niet echt muziek die we hier met z'n allen willen horen, dachten wij. Dus we hebben bedacht om het grote orkest samen te voegen met het jeugdorkest. En wie kan het dan beter als de dirigent natuurlijk van het jeugdorkest. Maar ik mocht ook één nummertje doen, toch? Nou, voor jullie nu Queen Rhapsody.
een geweldige middag en een geweldig afsluitingsconcert. Dankjewel. Dat traditiegetrouw moeten we tijdens het afsluitingsconcert ook wat mensen bedanken. En ik ben net gezegd, dat hoeft eigenlijk niet Erik, maar toch zou ik graag Jos Rijmakers even hier willen hebben. Jos, ja, ik had natuurlijk liever Nina gehad, maar zoals Jos zegt, die zijn vrouw lief heeft, laat haar werken. Jos, heel erg hartelijk bedankt dat jij jouw plaats zo mooi opgeruimd hebt. En jullie bedankt. En dat wij hier mochten komen in het centrum van buurtvereniging De Kletskop. Ik wil toch nog een keer gezegd hebben. Heel erg bedankt, het is een geweldige ontvangst hier, heel goed verzorgd. En er hoort een bosje bloemen bij. Alsjeblieft, Jos. Dankjewel. Ja, je zult hem afgeven. Ja, dat moet je zeker afgeven, want dan moet je het zelf houden. Het was heel erg leuk om hier te zijn. Goed voor elkaar, prachtig weer. En nogmaals heel erg bedankt. Degene die ook moet bedanken, dat zijn drie mensen die een hele grote bijdrage hebben aan het muzikale talent in onze vereniging. Ik zou graag naar voren willen hebben Marco Martens, Koenbloks en Robbie Snoeks. Robbie Snoeks, sorry Robbie. Waar is Koen? Ja, ja, ja. Hij is op tijd. Hij is op tijd deze keer, ja. Koen, Marco en Robbie die zorgen ervoor dat onze vereniging muzikaal steeds beter wordt. Want dat idee heb ik wel. Heb je dat ook allemaal? Ja. Onze vereniging wordt muzikaal steeds beter. En dan wil ik jullie heel erg hartelijk bedanken. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, een klein flesje wijn bij. Natuurlijk wordt het allemaal bij. Robbie, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Marco, heel erg bedankt. Dank u. En ik zou dan, dit is weliswaar het einde van het muzikale gedeelte van het afsluitingsconcert. Ik zou graag u willen vragen om in ieder geval van de gelegenheid gebruik te maken om de jubilarissen te feliciteren. Waar staan ze allemaal? Daar in de hoek, daar staat Leo Kutjes. Ja, die kunnen met z'n allen feliciteren. Harry zit nog hier ergens en Herman, dat is Herman, is Herman zit erbij. Jongens, het was een geweldige middag, geweldige muziek gehad vandaag. Iedereen, heel erg bedankt! Oh ja, en een fijne vakantie hoor hier. Dat geldt natuurlijk van ons, maar ook van mij uit, van ons uit, voor iedereen hier. Een hele fijne vakantie.